Dick, gefeliciteerd. Dat scheelde niet veel of je lag eruit vanmiddag. Ja, dat klopt. Dat is een lastige pot. Hij begon zwak. Daar maak ik niet optimaal gebruik van. Ik kreeg wel een voorsprong met 4-2. Maar ik denk dat het 5-1 had moeten zijn. En vanaf 4-2 ja, gooit hij gewoon fantastische legs. Hij gooit 12-12-11. En daarna zit hij na 12 op een dubbel. Die mist hij dan. En gelukkig gaf ik niet op mijn stoel te wachten. En die gooi ik dan uit. Ik mis natuurlijk wel die 126 al om hem, had ik hem ook pijn mee kunnen doen. Triple 19 starten, gooi hem er niet bij. Dan moet je de boel gooien, die mis je. Ja, dan mist hij de drie pijlen. En dan maak je hem gelukkig af. En in die laatste leg ook. Dus dat stop. Volgens mij zei je gisteren dat je op iets meer steun van het publiek had gerekend. Maar dat was vanmiddag wel anders. Ja, maar ja, gisteren was het volle bakken. Hè. Gisteren was het misschien 2,5, 3 keer zoveel publiek als vandaag. En daar had ik helemaal geen support van eigenlijk. Nagenoeg niet. Alleen als je legs won en goede scores geworden. En vandaag had je gewoon een klein publiek. Maar die zijn allemaal voor je en je krijgt volle bak steun. Ja, dat is gewoon eigenlijk waar je op hoopt als je voor je eigen publiek gooit. En dat is gewoon geweldig. Ja, kwartfinale is altijd het doel voor jou. Dat is nu binnen. Valt er dan nog wat druk voor je schouders af? Nee, het is een minimale doel. Dus, ben je tevreden? Nee, ja goed. Zeg maar, als ik dan in de week zit, was het toch een kwartfinale, zeg je dan. Maar in het toernooi hebben ze iets van, nee, ik ga wel elk toernooi in om te winnen. Alleen, als ik een kwartfinale heb, ik het goed gedaan. En ik weet gewoon van mezelf, ja. Laat ik het zo zeggen, als ik 3 toernooien per jaar zou winnen, zou ik het al goed doen in mijn positie. Ik heb er eentje gewonnen. We zitten nu in de kwartfinale. Ja, ik hoop wel sowieso een tweede te pakken. Dus je gaat wel elk toernooi in om dat toernooi te winnen. En dat gaan we vandaag proberen, vanavond. Zelfs een Nederlandse finale tegen Danny Noppert is nog mogelijk. Is dat iets ook waar je op hoopt? Nou ja, goed. Zou leuk zijn misschien. Ik hoop dat ik in de finale kom, ja. En, als hij niet goed doet, komt hij daar ook. Dat zou fijn zijn. Tegenstander maakt niet uit. Nee, laat me eerst van die verhalen halen, want dat is al lastig zat.